Tijdens de Interland tegen Tsjechië was Peter van Vossen opnieuw een van de beste Nederlandse spelers. Dat Van Vossen in topvorm is, liet hij vooral zien bij een Maradona-achtige actie ergens in de tweede helft. Ik zag hem aan. Je werd aangespeeld en onder de bal, hè? Onder de bal. Met links. Met rechts. En de langs. Met rechts en de langs. En de langs. Dat vond ik wel heel technisch. Ja, ik verwacht dat niet van jou. Nee, dat is zo vervelend, maar je bent ook een van de weinigen die het op is gevallen, denk ik. Behalve de spelersgroep. Nou, ik schrok een beetje. Ik denk, Peter, als je dat nou in vervolg weer doet, kun je ons dan even waarschuwen. Begrijp je? Ja, dus als jij nou tegen AS en Milan toevallig het in je hoofd haalt om weer iets technisch te gaan doen, dan zou ik zeggen, waarschuwen ons even. Hoe? Gewoon even zo. Van tevoren even. Ja, je doet even je hand omhoog, dat wij weten van, hij komt eraan. Nee, het was inderdaad een aardige actie. Ja. Maar ik zat ook gelijk rond me heen te kijken van, heeft iedereen het gezien? Want... Nee, we hebben het gezien. Nee, daar hoef je geen zorgen over te maken, we hebben het gezien. Dat weet ook zo, normaal als iemand anders een actie maakt, ik noem geen naam, en dan laten ze dat 3 of 4 keer zonder zelfs laten ze dat zien. Ja. En als ik zo'n actie maak, dan doen ze het af als... Normaal. Nou, het was niet normaal. Nee. En ik schrok er een beetje van. Ik kom erbij. Ik ben liever gewaarschuwd. Hey, blind, even wachten, hè. Wat je blind, joh. Ja, wat staat er een man te hikken de hele tijd eruit? De keelpijn. Ja. Wat ben je nou aan het doen? Naar die climax toe. Ik heb nog wat voor hem. Ja, heb je wat voor hem? Een strepsel. Een strepsel, Tina. Geef dat even. Er staat steeds een man te kuchen erachter. Stripseltje voor blind. Je bent een beetje borstig. Dankjewel, Peter. Maar jij vond hem zelf ook wel leuk, die truc. Ja. Hij lukte helemaal. Ja, perfect. Ja. Zoals het op de training gaat soms. Ja. Maar in een wedstrijd verwacht je dat niet. Nee, niet van jou. Dus daarom het verzoek of je even kunt waarschuwen. Ja. Gewoon hand opsteken dat wij weten, hij komt. Wie? Die truc. Oh, nee, het is 5 december bijna, dus. Nou, die moet ik even. Ja, die chipper. Hij vertelt over die chipper. En dan ineens weer over Sinterklaas. Hij komt. Ik meer van die. Ik vind dat die laatste een beetje van slag is. Hé? Nou. Het wordt hem allemaal een beetje. Ik toch ineens te slappen. Al die aandacht. Ja.